Was dit het plan? Ja, dat was wel het plan. Eigenlijk ja, vanmorgen zo besproken in de bus. En niet vaak dat een plan zo besproken lukt, maar vandaag lukt het wel. Ja. Is dit nog indruk, de versnelling, was die nog indrukwekkender dan je dacht? Of was dit wel zoals je dacht dat de verhoudingen waren in dit peloton? Ja, hij is ook een beetje aan zijn stand verplicht natuurlijk, als je toerwinnaar bent. Maar ja, je moet altijd nog maar doen. Een wedstrijd win je nooit gemakkelijk. En iedereen wist dat hij het ging doen. En dan is het extra moeilijk om, ja, om iedereen los te rijden. En, maar ja, goed, hij heeft zo'n motor. En nou ja, de ploeg was zo sterk vandaag dat, ja, dat we dat goed hebben gehandeld, denk ik. Ja. Steven Kruiswijk werd al redelijk vroeg ingezet, ook op de voorlaatste klim al. Was dat afgesproken en waarom? Ja, het was een keuze. We dachten dat het zo het beste was om te doen. Stevie vooral al op die klim daarvoor de rest af te matten. En dan met de Rowan zeg maar, die andere man laten positioneren. En dan zou... hoe heet het? Stone die zou vol aangaan beneden. En dan zouden we kijken of... onze Hongaar nog over kon nemen of moest nemen. Maar dat was niet meer nodig. Wat zeggen de reacties ook vaak van, zeker in deze wedstrijd, maar vier wildtoerploegen, kleine wedstrijd. Ja, je zegt al, hij is aan zijn stand verplicht. Wat kan je daarop zeggen nog? Want het valt bijna niet meer op dat hij zo wegrijdt. Nou ja, ik zeg al, je wint nooit, maakt niet uit waar. Als je rugnummer op moet spelen, dan win je nooit makkelijk in koers. En dat geldt ook, je hebt de aankomst gezien, het was super stijl. En er zitten toch echt wel hele goede renners die ook in Baskeland met de beste mee kunnen doen. En die reed hij strak uit wiel, dus... Natuurlijk, het is geen Pogacar of weet ik veel wie, maar er zijn toch best wel echt wel goede renners nog hier. Dus, ja. En wat ik zeg, het was getelefoneerd, iedereen wist dat dit eraan zat te komen en dan moet je het nog maar kunnen. Ja. Morgen ook weer een lastige bergrit. Zelfde plan? Nee, niet hetzelfde plan. Morgen moeten we weer wat anders bedenken, maar hopelijk blijft het weer goed zoals het nu is. Want dat was voor ons het belangrijkste, dat het wel... te doen zou zijn, want gisteren heeft heel het peloton geleden en ja, dat was niet leuk om een koers te moeten annuleren, maar ja, soms gebeuren die dingen en vandaag hebben we goed revanche genomen, denk ik. Gefeliciteerd!